Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Cities Skylines aflevering hier op mijn kanaal Raskplays. We gaan natuurlijk verder waar we gebleven waren, want wij hebben in de vorige aflevering een keiharde file gemaakt. Die file is zoals je kan zien nu weer opgelost, gelukkig. Dus ja, hier staan alle winkels, die hebben we natuurlijk niet neergezet. Hier staan onze havens, die hebben we twee afleveringen al terug neergezet. En alles loopt gewoon lekker. We hebben nog steeds meer vraag naar industrie, oftewel kantoorruimte. Want al deze kantoren zitten vol. Holy shit, er werken hier veel mensen. Dus al die kantoren zitten vol. Kunnen wij natuurlijk niks aan veranderen. Dat is gewoon omdat mensen werk nodig hebben. Dus ik hoop dat we nog meer ruimte hier kunnen gaan maken voor kantoorruimtes. En anders moeten we hier ook kantoorruimtes gaan bouwen. Dat is heel simpel. Bij kantoorruimtes is het zo dat je niet echt last hebt van files die ontstaan. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Maar wat we wel nog kunnen doen is... Zal ik even mijn wijnraad zetten, Zoe? Ja, hè? Wat we nog wel kunnen doen, ik zet even een weier aan voor Zoe, want die heeft het weer eens warm. Hier, komt-ie. Komt-ie, je hebt wind. Is hier ook een treinstation gaan bouwen. Dus dat is hier. Want dan kunnen ze namelijk ook gewoon met de trein naar hun werk. En dat vinden denk ik de meeste mensen wel leuk. Best wel leuk. Dus ik hoop dat dat zo gaat lukken op deze manier. Dan moet ik alleen even kijken waar die geconnect gaat raken. Kan ik dat ook zien? Oh, daar loopt de spoor. Het is wel handig dat het spoor kan zien, maar ja, die loopt natuurlijk allemaal onder de grond. Ik heb alles onder de grond neergelegd. Dus deze gaat ook de grond in. Bam. Hebben jullie nog stroom? Nee, zeker. Nops, hebben geen stroom meer. Wat een zeikert zijn het ook, hè. Altijd weer zeiken om die stroom. Wat is er? Een koekje hebben. Heb ik nog een koekje voor je? Oh ja, die heb ik nog wel. Zit weer eens te zeiken, hoor, dat beest. De stad loopt lekker, dus we hebben alle tijd. We moeten alleen een beetje letten op ons inkomen nog, want we besteden nu heel veel geld aan politie, aan ziekenhuizen en weet ik wat allemaal. Dus we moeten een beetje letten op dat we nog genoeg inkomen hebben, maar we verdienen nu nog 7.7200 per week, dus dat is goed. Zo, kom eens. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Au, dat is een headset. Ze durft... Au, je staat op mijn headset. Au. Een kusje. Gaat ze weer aan de andere kant. Ze durft niet in mijn stoel op te staan. Geef een kusje. Zie je, gaat ze weer aan de andere kant. Kom. Kom maar op. Oh, je pakt toch over. Oké, dan niet. Ze heeft het koekje gevonden. Hij lag helemaal ver op mijn bureau. Ze is gewoon mijn bureau opgegaan. Oké, top. Laat het, Zoe, alsjeblieft. Die heeft er eten ook weer. Kijk, nu verdienen we nog maar 6500 in de week. Dus we moeten er even een beetje op letten. We waren bezig met de treinstation. Zoe leidt me weer af, man. Altijd, hè. Altijd weer. Oké, deze die wordt geconnect met deze. Kaching. En dan wordt deze nog... zo. Kaching. Oké, top. Daar liggen die ook. Deze ligt alleen een beetje raar, man. Je had laten maar liggen ook. Fuck it. Daar zit de trein daarmee verbonden. En dan moet die ook nog eens... Nou, de weg wordt wel drukker, hè. Wordt weer wel drukker. En dan wil ik ook nog eens hier... een extra treinstation neerzetten. Ik weet alleen niet waar... En hier gaat hij nergens kunnen staan. Nou, fuck it dan. Dan staat hij daar maar lekker niet. Fuck it, YOLO. Alleen, ik wil nog wel deze kant onder de grond laten gaan. Zo snel mogelijk. Bam. En dan connecten met het andere spoor. En dat andere spoor, dat zit... Daar, ja. Zo. Vriend, dat was niet de bedoeling dat je daar uit kwam. Ik vind het heel leuk dat je het doet, alleen het was niet de bedoeling. Opnieuw. Zo, en dan ook nog één. Zo, en dan mag je nu boven de grond uitkomen. Nu. Ching. Nog eentje onder de grond. Ka-ching. Oké, top. Zo. Alright, en dan moet hij nog eventjes een lijn krijgen. Dus dan beginnen we de lijn. Fuck, ik heb hier de verkeerde neergezet. Sorry hoor. Hier jongens, jullie krijgen een andere voorin in de plek, want ik heb de verkeerde neergezet. I'm sorry. Het is niet mijn schuld.
Ik had per ongeluk een industrie-spoor neergelegd in plaats van. Zo. Zo. Alright, dat ligt. Het ligt een beetje raar, maar het ligt. Daar gaat het om. Oké, dan kan ik nu wel een lijn neerleggen. Het is wel een erg lange lijn, maar. Bam. Dat maakt het natuurlijk niet uit. Oké, dan kunnen ze de trein nemen als ze dat willen. Dan kunnen ze gewoon. Vanaf hier met de trein daar naartoe heb je ook geen last meer van het verkeer op die punten. Yep. Hier wordt het weer lekker druk, zoals je zelf ook wel ziet. Heb ik de stoplicht alweer weggehaald? Ja, hè. Oh nee, niet. Oké, stoplicht zijn weer weg. Dan loopt dit lekker door. Het is nog wel steeds een drukke weg. Dus we moeten wel een beetje opletten dat het nog goed blijft lopen. We hebben weer meer industrie nodig. En ik ben even benieuwd hoe we dat nu gaan verder doen. Ik kan sowieso verder hier naartoe uitbreiden. Maar we moeten er wel een beetje op blijven letten dat het niet te ver wordt uitgebreid. Nou ja, fuck it. Ik doe het gewoon tot hier. Fuck it, YOLO. Schijt eraan nu ook. Ik heb een skite aan, toem, 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 toem. Ik heb een skite aan, toem, 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 toem. Build more industry. Ja, wat denk je dat ik mee bezig ben, joh? Wat denk je nou dat ik mee bezig ben, jong? Game snapt er ook weer geen reet van. We maken een soort van trappetje hier, oh, want ik wil namelijk niet over die berg heen gaan. Dat is een mooie indicatie, die die berg zo, want dan weet je precies wat waar je kan bouwen. Oké, top. Dan kunnen we er hier nog eentje extra bij zetten. Daar is dan de laatste. Zo. Ja, oké, perfect. En dan kunnen we hier nog wat meer industrie neerleggen. Zo. Alright, top. Dan kunnen we hier nog wat, wat meer industrie neerleggen, ja. Hoppa. Ik kan het veel sneller. Waarom doe ik altijd zo moeilijk, man? Hoppa. Hoppa. Hoppa, hoppa. Werkkutjes. Gaan we lekker werken. Ik zal nog even wat parkjes neerzetten voor de mensen die dat graag willen. Te groot. Oh, wacht. Dat park kan eigenlijk wel hier. Waar is het grote park hier? Bam. Bam, als je dat geen mooi parkje vindt, dan weet ik het ook niet. Even kijken of we nog een klein parkje ergens. Is het een klein parkje? Yep. Hop, klein parkje. Hop, klein parkje. Iedereen is weer blij. Woe, wat een feest. Ja, jullie zijn wel weer boos, hè? Maar jullie krijgen nog wel een parkje. Later, later. Nu nog niet. Yo, wat zit jij te zeuren? Low land value. Vind het heel logisch als je zo'n fucking klein huisje hier neer gaat zetten. Dat is niet mijn schuld, vriend. Dat is je eigen schuld. Oh, jullie hebben ook nog parkjes nodig. Sorry jongens, ik zal jullie even parkjes geven. Even kijken, we kunnen hier sowieso een groot park proppen. Niet te groot, maar wel een groot. Hop, iedereen weer blij. Even kijken hoe het gaat lopen. Yo, daar hebben we nog meer parkjes nodig. En dan kunnen we eigenlijk parkjes. Kan het zo aan de zijkant misschien? Nee, serieus niet. Nee, serieus niet. Oké, dan niet. Dan prop ik hem wel hier nog een. Even kijken, wie is er allemaal blij mee? Yo, perfect. En dan prop ik er hier nog een. Wie is daar allemaal blij mee? Oké, top. Yo, perfect. Hoppa. Verliezen nu wel wat inwoners natuurlijk, omdat ik die parkjes heb neergezet. Dus we gaan die huizen... We gaan die huizen natuurlijk weg. Dus ja, weet je, kan gebeuren. Maar er komen vanzelf weer meer inwoners bij. Dan loopt dat lekker. Yo, perfect. En dan loopt dat ook goed. Dat loopt goed. Dit loopt nog steeds goed. Oké, nice. Even als ik even naar de weg kijk. Ah, het is een beetje druk hier. Maar dat is ook wel te snappen. Daar is het helemaal druk. Dit kan ik eigenlijk wel oplossen. Want ik moet er even één richting van maken namelijk. Ik moet even doen dat ze hier allemaal die kant op gaan. Dat ze hier allemaal die kant op gaan. Of nee, die kant. Sorry. Dus dan moeten ze sowieso een rondje rijden om weer terug te kunnen. Dan wordt dit hopelijk wat minder. Moet ik wel van stoplicht weghalen. Yo, oprotten ermee. Zo. Alright, hopelijk lost dit iets op. Hopelijk is het goed nu. Dat het wat minder druk wordt.
En dit moet ik eigenlijk ook even één richting maken. Nee, fuck it, dit hoeft geen één richting. Nee. Oké, dus dit is het enige drukke puntje nog. Dat snap ik ook wel, want ze hebben maar één ingang de stad in. Dus, ja weet je, het is eigenlijk de bedoeling dat als ze hier wonen, dat ze ook gewoon de brug overgaan. Dat doen ze ook. Maar later, als ik mijn snelweg af heb, want dan zal het ook nog een snelweg... Even kijken, zo lopen. En dan hebben ze hier nog een inrit die stad in. Dus dat komt nog. Maar op dit moment laat ik het nog eventjes voor hoe het is op deze manier. Later kunnen we dat nog updaten. Oké, dan ga ik alvast beginnen aan een nieuw stuk land. Jammer. Jammer Jan, het was te proberen. Wacht heel even hoor. We gaan even wat inwoners verliezen, jongens. Het spijt me zeer, maar het moet even. Ik moet dit namelijk even hier gaan inrichten. Want we gaan namelijk hier verder uitbreiden. Dus hier moet een dikke weg komen te liggen. Het is heel jammer. Maar het moet. Ja, oké. Okay. Dit parkje verplaatsen. Dan maar daar, dan maar daar. En dan kunnen we even een nieuwe weg gaan neerleggen. Dat moet namelijk een brede weg worden. Zo. Ja, perfect. Oké, top. En dan kunnen we hier weer verder gaan met bouwen. En dit moet ook een brede weg worden. Kan dat nog zo? Ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Oké, top. Zo. Kan ik dat parkje ook nog verplaatsen of staat hij daar wel goed? Zo, dan maar daar. Oké, top. We verliezen nu wat inwoners. Let maar op. 3, 2, 1, hop. We gaan even allemaal oprotten, maar ze bouwen vanzelf hun huizen weer opnieuw. Want we kunnen nu in ieder geval... ...verder bouwen. En dat gaan we ook meteen doen. Zo, we verliezen 1700 mensen. Hey, later hè jongens. Tot de volgende keer. Waarom is deze weg serieus fucking zo klein? Zo. Oké, opgelost. Hoppatee. Alright, dat was dat. Dan kunnen we deze weg even door gaan laten lopen. Even deze weg door laten lopen. Fuck it, ik trek hem gewoon zo door, man. Fuck it. Kan hij helemaal zo verder? Ja, ja. Ik vind het helemaal mooi. Oké, trein, jij moet wel weer even oprotten. Het spijt me zeer, maar jij moet even oprotten. Het ding moet toch onder de grond liggen, dus dat lossen wij op deze manier op. Kabam! Alright! Wat ik eigenlijk wacht, hier loopt die trein, hè? Wacht eens even, ik heb een idee. Perfect. Perfect. Is die trein nou... Oké, yo, perfect. De lijnen die lopen ook nog. Wacht, als ik hem even op start druk. Die lijn die loopt, ja, nee, je moet opgeschoven worden, ja. Oké, top, yo.
Ja, oké, okay, jij hebt nog geen water. I know, rustig. Ik zet hem wel weer op pauze. Dan hebben we hier gewoon een extra station, man. Dat is nice. Oké, okay, chill, man. Awesome. Het is een beetje een rare stad, dit, maar... Weet je, als die loopt, vind ik alles goed, eigenlijk. Maakt me niet uit of het een rare stad is, als het maar goed blijft lopen. Dan gaan we even van weggetjes plaatsen, zo. Die gaan we er gewoon tussenin spannen. Ja, gewoon recht, gewoon recht. Bam. 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 Fuck it, bam. Laten we steeds even een stukje er tussen zitten. Normaal gesproken doe ik dat niet. Alleen vandaag wel. What the fuck? Waarom ga je nou weer op zijn, man? Wie's idee was dat? Je eigen zeker. Dat dacht ik al. Ja, beter. Oké, okay, top. Dan wil ik hier ook nog even wat extra huizen plaatsen, zo. Yo. Hier tussen ook nog. Ja, perfect. En dan moeten we nog even zorgen dat we hier extra afritten krijgen. Maar ik laat het nu wel even lopen zo, dus zal ik jou even stroom geven, want dan zie ik je namelijk om te zeuren. Ze halen we later weer weg hoor. Alright. Maar dan moeten we even gaan kijken hoe we dit verder gaan indelen, want ik wil sowieso twee afritten hier hebben. Dus we kunnen heel erg makkelijk gewoon zo doen. Ja, in en uit. En dan moet hij aan de andere kant ook zo zitten. En dit wordt het, dit is altijd het lastige punt. Zo lastig is het blijkbaar niet. De uitrit en dan wordt hier de oprit. Alleen, dan moet ik even kijken. Hij moet hier eigenlijk twee keer naar beneden. Hoe ver kan dat? Gaat dat lukken? Oh, ik heb hem nu hier aan verbonden. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo. Zo. Lekker, man. Top, heerlijk. Hier zijn ze ook aan. Wacht, ik maak dit even. Wacht even, we moeten heel veel een ander probleem oplossen, jongens. Zo. Alright. Dat moesten wij even oplossen. Zat hij namelijk helemaal vast. Ik zal even de stoplichten weghalen, jongens. Wacht dan. Ik zal even de stoplichten weghalen. Moeten we in die andere stad ook nog doen? Zo, stoplichten zijn weg. Oké. Okay. Ga je gang. You can go and do what you want. Nee, dat maakt niet uit. Zelfs de dek is die handiger om de andere kant op te laten lopen. Maar het maakt niet heel veel uit.
Alleen deze nog. Het is de oprit. Er moet er ook nog een afrit komen. Daar waren we mee bezig. Even kijken, een afrit. Want die afrit, als we die... Zo kan het ook! Zo kan het ook! Nice! Klaar! Gewoon klaar! Oh, ze draaien hier... Oh, ze gaan hier allemaal keren. Oh, wacht, dan zal ik... Ze moeten hier niet gaan keren, man. Ze moeten even normaal gaan keren. Jongens, horen jullie me? Jullie moeten normaal gaan keren. Weet je wat dat inhoudt? Ik hoop het wel. Ik heb een idee. Dus, kijk, die weg zit gewoon in. Ze weten niet wat ze moeten doen. De weg ligt hier nog, hij is alleen geglitcht. Nou ja, oké. Okay. Ik kan hem, ik los hem wel even op, wacht maar. Dat is zo lelijk, man. Ah, het is zo lelijk, hè. Wat hoor ik nou allemaal, joh? What the fuck? Ik weet niet wat ik hoor, maar het zal wel. Zo, dit is beter. Tada, dit is beter, hè. Oké. Okay. Dus ze gaan hier namelijk allemaal eraf en dan hier er weer op. Dat is niet de bedoeling. Haal ik even alle stoplichten weg hier. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Perfect. All right. Zo. En dan hebben we een nieuw gedeelte. Tada! Taratata! Taratata! Zo, wow, het zit hier nu vast, man. What the fuck, waar komen ze allemaal vandaan dan? Gaan jullie nou serieus allemaal hier ervan af? Om daar op te kunnen? Oh. Wat een fucking domme mensen. Dat is zo... Wat een domboos. Jongens, dat hoeft helemaal niet, man. Ga er dan gewoon hier op, alsjeblieft. Alsjeblieft, man. Wat een retards. Gaan ze allemaal hier eraf? Of gaan ze allemaal hier eraf? Om hier er weer op te gaan. Ik vind het heel logisch dat ik kom vast te zitten in dat ding. Wat een fucking mogolen, man. Even zonder grap. Het wordt nu minder, want ze kunnen hier namelijk nu invoegen. Fucking dom, man. Echt waar, fucking dom. Klaar, punt uit. Oké, okay, het wordt al minder nu, zo. Nu rijden ze namelijk niet meer om. Ja, dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar. Ik was er vandaan, denk ik, moeten we nog wat doen nu. Maar dit kunnen we nu gaan volbouwen. Dat staat sowieso vast, want dan kunnen we het lekker gaan voorzetten. En dan loopt het allemaal nog goed. Lekker voor boten hier, oh. De wegen zitten wel een beetje vast op sommige punten. Kijk, maar hier zit nu even druk. Nou, dat klopt ook. Hier is nog steeds druk, dan gaan we nou nog oplossen. Maar dat kan nu op dit moment nog niet. Dan moeten we 38.000 inwoners voor hebben. Dan wordt dit probleem opgelost. En hier loopt alles nog goed. Het is allemaal kantoorruimte, dus... perfect. 734.000 inwoners. Het loopt lekker, loopt goed. Boerenpummels gaan lekker. En ja, dit is nu ook opgelost. Zie je, dat probleem is nu al opgelost. Zo snel kan het. Zo snel kan je een probleem oplossen. Soms is het gewoon even logisch nadenken wat die mensen nou allemaal doen. Want ze zijn soms echt heel erg dom. Dus dan weten jullie dat. Maar ik ga je bij deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Mocht je nou hebben genoten van deze aflevering, ram natuurlijk sowieso een kaartje op like. We zijn morgen om 3 uur precies natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En dan zeg ik, thanks for watching. Thanks voor alle support. En tot morgen, mensen. Bye bye.